Maar ik heb wel al een soort van samengegeven besloten van dat ik wel gewoon kan stoppen. Ronaldo. Ja! Ja! Mocht jij wel weg van huis? Ja! Ja, ja, dit is uit de sportschool, dus ik ben snel weg. Ja. Hoe dan? Dames en heren, jongens en meisjes, leuk jullie kijken naar een nieuwe video. Ik lig nog lekker in mijn bed, want ik ben nog steeds kapot van Valencia. Ik ben natuurlijk gisteren aangekomen, gisteren had ik maar 2 uur slaap. Volgens mij heb ik de hele reis in Valencia maar in totaal 6 uur slaap gehad of zo. Maar goed, ik was eventjes de vlog aan het editen. En kijk eens even naar buiten. Er ligt gewoon sneeuw op de daken, jongens. En ik vind het nu al de grootste 1 april grap, want het is vandaag 1 april. Maar dit vind ik niet leuk. Het is gewoon raar. Vorige week zat gewoon lekker in het zonnetje in Parijs en was het hier in Nederland ook hartstikke lekker weer, hoorde ik. En dan nu opeens sneeuw, in april. Echt heel vreemd, maar goed. Doe eens even... Gast. Ja, ik ben er gewoon klaar mee. Waar ben je klaar mee? Leg dat eens even uit. Ik ga het niet eens zeggen. Oeh. Oh, lekker. Maak je ook voor mij? Echt? Nee. Oh. Oké. Nou, kijk jongens, gelukkig is het buiten wel een soort van lekker weer. Het zonnetje probeert door te breken door deze mooie wolkenpartij. Zeg ik dat leuk, wolkenpartij. Maar kijk dan jongens, die daken zijn gewoon helemaal wit, joh. Wat een gekkigheid. Oh, 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 lipstick on the pear. Oh, oh, oh. Heb jij het veel zwaarder dan ik het heb? Ik heb gisteren fucking veel gesopen. Ja, maar jij... Echt veel? Ja, weet ik. Ik heb ook nog tequila shots, of nee, sambuca. Jij bent gek. Maar ik ben echt gek. Dit is wel lekker, hè, Wikkel? Ja. Hey, ik had... Zo, ik had even een duurdere gepakt. Normaal zijn ze 40 cent per ding, volgens mij. Ja. Weet je hoeveel deze kost? 80 cent. Wat dubbel. Ga maar door deze. Ik had gisteren met Gerard gebeld. En we hadden, zeg maar, Geert die heeft niet echt vertrouwen in YouTube, zeg maar ook. Nee. Dus hij zegt, stop gewoon met YouTube, we gaan gewoon, zeg maar, echt gewoon volledig gewoon met muziek. Ja, zou best kunnen. Maar tenzij je het vloggen leuk vindt, hè, dat is het anders. Ja, ik vind het wel leuk, maar zeg maar, het is wel gewoon elke keer kut dat je wel moet filmen. Ja, maar... Maar ik heb wel al een soort van samengegeven besloten van dat ik wel gewoon moet stoppen. Ja, dat snap ik ook wel. Want, maar... Ja, want het gaat niet zomaar aantrekken. Wat is het? Wat? 1 april! Ik snap het serieus. Ik zou het serieus. Waarom zou je het snappen als ik zou stoppen? Nou, als je dan zegt, dan heb je meer tijd. Zeg maar, jouw views zijn nog niet zoals je het wil. Nee, dat niet. Maar goed, ja, maar dat is gewoon een... Dat zei ik laatst ook tegen jullie. Soms vind ik gewoon de views een beetje tegenvallen. Alleen, het is gewoon een kwestie van opbouwen en ik vind het gewoon hartstikke leuk om te doen. Dus tuurlijk ga ik niet stoppen met YouTube, blijf gewoon altijd lekker doorvolgen. Dat maakt je serieus niks verbaasd. Ja, vorige keer is het fantastisch goed gegaan, dus we gaan het gewoon nog een keer proberen. Ik ben nog steeds bezig met editen en ik keek eventjes naar buiten. En nou, de sneeuw is weg, alsof er niks is gebeurd. Lekker, ik vind het fijn dat het weg is, want ik was er helemaal klaar mee. Ik had daar, het was niet fijn of zo. Dat er sneeuw lag. Ja, maar ik vond het een beetje vervelend, dat je werkt dan naar de zomer toe, maar je hebt er zin in. Ik ben niet eens naar buiten geweest, ik moest gisteren de sneeuw trotseren. Ik moest gisteren de sneeuw trotseren! Nee, maar goed. Dat was echt niet lachen hoor. Hoe was het uitgaan gisteren, heb je genoten? Ik heb erg genoten. Mooi zo. Nou. Ik ben ook niet brak. Nou, dat is goed. Is goed. Het is tijd om de deur uit te gaan, want ik ga gezellig richting Haarlem. Ik ga samen met mijn ouders en Ella eten in Haarlem. En dan vanavond gaan we... Ja, toch maar misschien weer even een drankie doen, hey! Nee, en Willem die ga ik even langs thuis. Langs thuis. Willem ga ik even naar Haarlem brengen, want hij gaat naar huis. Wat ga jij eigenlijk doen thuis? Ik moet een mooie werken in Haarlem. Ah, mooie vroeg. Jij werken? Alright, let's go. Ja, maar het gaat ook om timing. Wat gaat om timing? Oh, bijna. Jawel. Kun je wel nee schudden, Willem? Dit was een 1 april grapje. Anders had ik hem gewoon... Voel bepakt, hè? Anders had ik gewoon... Dat ik hem aangeraakt. Ja hoor, ja joh. Weet je wat? Loop anders lekker, weet je. Loop anders. Nou, wat een gezelligheid. Daar zitten ze weer. Ella is er ook weer bij. Wel typisch, hè? Dan ga je met Ella uit eten. En dan zijn we thuis en zegt ze... Kijk, neem anders dit mee. Wat? Zie je, nu ben jij toch weer de alcoholist. We hadden het hier over nog in Parijs. Jij bent hier de alcoholist. Huh? Niet mijn tas zien dan. Ja, wat zit er in je tas? Helemaal niks. We zijn weer terug in Amstelveen. En wat ik net ook al zei, we gaan waarschijnlijk vanavond een drankje doen. We weten nog niet precies wat de planning is, maar
We zien het wel. Eerst lekker naar boven en even lekker chillen. Een hele goede middag. Jullie hadden morgen verwacht, maar ik heb de hele ochtend eigenlijk niet gevlogd. We zijn gisteren uit geweest. En ik was ook nog moe van Valencia. Dus ik heb even lekker lang geslapen en in mijn bed gelegen. Maar goed, ik kreeg een berichtje van Niek. En Niek die zei dat hij aan het voetballen was. Daar bij de voetbalvelden, daar verderop. En soms dan valt hij in bij een ander team. En hij zei om 2 uur, zei hij van, yo, kom kijken. Maar toen had ik net een middagdutje. En het is nu 4 uur. Dus ik weet niet meer of hij nu nog aan het voetballen is. Maar het ziet er nou uit dat er wel wordt gespeeld. Dus we gaan gewoon eventjes kijken. Nou jongens, er wordt wel gevoetbald. Maar of het Niek is, ik weet het niet. Daarachter wordt ook nog gevoetbald. Dus we gaan gewoon eventjes kijken. En als hij er niet is, dan... dan is hij er niet. Nou jongens, we komen hier aan en er is gelijk... ruzie hier. Maar ik zie hem al staan. Jopie. Kijk hem dan. Ik weet niet of jullie het zien. Het is dit gastje. Ja, dit zien ze natuurlijk niet. Kijk hem lopen. Godziedooi. Lekker Stijn. Ga door, lekker, tijd niet. Balletje hoor, hé. Het is koud. Zo koud. Oh. Dat is echt niet grappig. Ja! Lekker pas! Zo, wat een voetballer is het ook, hè? Gewonnen, 2-1. Ja, weet je het heel erg grappig wat dat opviel? Ja. Dat zeg maar, je broekie zit echt best wel hoog. Ja. Is het niet jouw broekie? Het is een beetje klein. Nou, Jopie, was het goed voetbald. Nou, zo, stappen we weer de auto in. Het was... Kort, maar krachtig. Oh, zo, het is koud. Koud, maar krachtig. Koud, maar krachtig, ja. Godzidori. Nou jongens, we zijn eventjes naar het stadshart gegaan. Maar ik vind deze echt fucking vet. Alleen hij is een beetje duur. Dus we laten hem hangen. Doei. Dat jasje is van Ape. En dat is een soort van, een bathing ape. Daar heb ik ook die trui van, die roze. Ik weet niet of jullie die nog kennen. Maar dat vind ik wel een vet merk. En een shirtje. En een shirtje. Glow in the dark. Glow in the dark shirtje, ja. Camouflage, wit, cool. Deze is voor Willem en Ruben. Dus als jullie kijken, jongens. Ik weet wel waar de voorbaar is. Ik weet dat hij letterlijk hier beneden zit. Ruben en Willem die maken altijd grapjes. Zeggen van, joh, je weet niet eens waar de voorbaar zit, man. Weet ik wel. Ik weet het lekker wel. Lieve Leute. Het is 1:30. Ik heb net lekker een serietje gekeken op de bank. Ik heb vandaag een lui dagje gehad. Maar dat is niet erg. Een best wel pittig weekend in Valencia qua slaap en zo. Maar goed, ik zie jullie morgen weer. Dames en heren, jongens en meisjes, wat een dag. Wat een fantastische dag. Want ik word wakker en ik zie de zon schijnen. En dan weten jullie, dan ben ik blij. Maar het is ook een mooi licht vandaag. Kijk eens, ik kom er door met een beetje een mooie wolkenpartij. Godzidori, jongens, godzidori. Hey, het is een beetje vies hier in huis. Het is een beetje smerig, een beetje de tafel is smerig. Daar zijn een beetje smerige dingen. Dit is een beetje smerig. Weet je wat, ik ga eventjes ook kijken, want volgens mij is dit smerig? Nee, dit is schoon. Maar goed, wat ik ermee probeer te zeggen is, ik ga een beetje cleanen hier. Hey! Hi, Peter. Jij bent Peter? Ja. Oké. Ik woon op die hoek, daar, die deur. Oh, voor jou heb ik altijd last in de ochtend. Ja. Oh nee, ik ben niet wakker in de ochtend. Nee. Nou jongens, Willem is ook weer na een lekker weekendje weg. Willem heeft lekker gevoetbald, gewerkt, toch? In Haarlem, ja. In Haarlem, maar ja. Hij is weer terug. Gezellig, ik voel me al helemaal alleen hier. Nou jongens, Willem is helemaal onder de indruk. Is dat mooi? Oh. Golden hour, mate. Zo, dat is, het is plazant. Nee. Oh, nou Willem, laat je eens even zien wat je hebt, jongen. Je hebt even een beetje op kunstgracht voetbal. Ja, dat moet je ook niet doen. Nee, dan moet je moet het ook niet willen. Nee, dat is niet anders. Hoor. Maar jongens, inderdaad, Wim, je hebt wel gelijk. Het is mooi licht, maar ik zei het vandaag ook al. Het is sowieso de hele dag al lekker licht. Wim, ik vind het een beetje vervelend. Ik vind het niet leuk. Ik vind het niet leuk. Stop, hou op, ik wil dit niet. Weet je nog vroeger op school dat je altijd leerde? Altijd eerst zeggen, stop, hou op, ik wil dit niet.
Als dat vervolgens niet werkt, ga je naar de juf. En dan sla je weer een juf. En daarna mocht ik slaan. Ja. Ja, ik weet niet. Volgens mij is dat op elke school hetzelfde. Stop, hou op, ik wil dit niet. Jongens, ik ben gewoon godsidori aan het koken. Moet je nou eens even kijken. En ik ga hamburgers maken. Wim die heeft een lekkere pasta besteld. Alleen we hebben een beetje een probleem, want Ruben die zit in Amerika. Die moet daar weer draaien voor dezelfde mensen waarvoor hij moet draaien in Parijs. Hartstikke dik wel. Alleen ja, wij kunnen niet zeg maar echt goed koken. Dus dan wordt het maar... Nee, dat is het niet. Nou ja, misschien is het... Zou het echt wel kunnen, maar we waren nu even te lui. Ja, we waren nu even te lui. Dus het worden hamburgers. Oh jongens, dit blijft ook een lekker moment van de dag. Lekker in mijn bed. En een serietje kijken en daarna heerlijk slapen. Jongens, sorry voor de laatste tijd. Volgens de recensies zijn dit een paar van de populairste. The Kill That Age, Superman and Lois, Big Sky. Maar goed, wat ik wilde zeggen, ik moet een beetje stilpraten, want Willem ligt hiernaast volgens mij al te slapen. Maar wat ik wilde zeggen, ja sorry, ik heb vrijdag niet zoveel gedaan. Want toen heb ik lopen uitbakken van Valencia. Toen ben ik vrijdag weer uit geweest, was ik aan het uitbakken voor zaterdag was ik aan het uitbakken voor vrijdag. Dus ik ben een beetje, ik ben gewoon een beetje aan het chillen dit weekend. En volgende week heb ik weer allemaal leuke dingen. Dus ga ik de studio in om mijn muziek definitief af te maken die ik wil uitbrengen. Dus er komen echt wel leuke dingen aan. Maar sorry, ik heb nu eventjes een tijdje dat ik weer even helemaal niks doe. En even lekker aan het uitrusten ben. Dus sorry daarvoor. Maar goed, ik hoop dat jullie het ook leuk vinden om te zien wat ik gewoon doe als ik gewoon niks doe. Ik vind, dit is jouw wekker, hè? Besef dat. Goedemorgen jongens. Wim heeft mij wakker gemaakt, lekker of zo. Wim heeft mij wakker gemaakt met een lekker kopje koffie. Maar wat ik al, Winnie zei dit ook al tegen mij. Waarschijnlijk heb ik gewoon mijn slaap nodig, want ik had de wekker om 9 uur gezet. En toen werd ik wakker en toen heb ik hem dacht van, ik doe nog een uurtje. Nu het is nu 12 uur. Dus ja. Maar Wim, het is tijd om te sporten en sauna. Yes. En de sauna in te gaan. Lekker jongens. En vanmiddag ga ik een casting doen. En ik moet deze keer niet naar locatie om een casting te doen. Meestal moet je, als je een casting gaat doen voor een film, moet je naar locatie. En dan moet je daar samen met de regisseur en die mensen moet je het zeg maar gaan doen. Maar deze keer moet ik gewoon een self-tape gaan maken. Geen sekstape, maar een self-tape. Huh? Nee, dan moet ik een self-tape maken. Dus dan moet ik zeg maar het gewoon gaan opnemen. En dan moet ik naar hun toe sturen. En dan gaan zij kijken of ze mij willen hebben voor die film. Dus ik ben benieuwd. Het lijkt me wel echt heel erg leuk. Maar lijkt me leuk. Dus ik ga straks eventjes die self-tape doen. En dan hopen dat ik gewoon weer een film ga meepakken. Lijkt me wel leuk als je weer even een filmpje. Ja, leuk hè? Ja, toch? Ja, weer even wat anders weer. Ja. Wim, waar zit je nou man? Ik ben al lang klaar. Wim. Hoe? Ik schrok dus wel. Oh, oh, oh. Ik ga even wat water drinken en dan gaan we. Oh, wat is er toch een... Wat is er toch een bagger weertje, zeg. Oh, gat. Oh, het waait ook. Vies, vies, smerig. Bah. Wel echt lui eigenlijk dat we gewoon zeg maar 5 minuten van de sportschool wonen en dan vervolgens. Ja, nou, hij kan niet lopen. En het is wel echt slecht weer. Dus we gaan met mag deze... Mag nooit een excuus zijn, maar het is wel lekker. Ja, het is wel lekker. Ja, als het kan, hè. Waarom niet dan? Oh, jongens, hier staat daar een Tesla. Roze. Met roze velgen. Ja, ik vind helemaal niks. Dit is echt heel lelijk. Ja. Holy shit. Nou, daar zijn we weer. Met het bagger weer. Nou, Wim, let's go. We liepen naar binnen. En de manager van de sportschool kwam weer naar ons toe. Die zei, wat gaan jullie trainen vandaag? Wij zo, rug en armen. Zegt hij, Oké, see you in 20 minutes. Ja. Oh, nee. Wij gaan er echt aan. Ja, wij gaan er echt aan. Goed, we gaan eerst even lekker fietsen. Hey, als jullie nog niet geabonneerd zijn, kun je hier klikken. Ja, doe eens. Maar je bent niet aangemeld. Ja, dat kan niet meer. Nou, maar, wel leuk. Je kan gewoon mijn video's kijken als je hier aan het trainen bent. Wat een mannetje. Een geconcentreerde blik ook, hè. Dat is niet normaal. 9. 10. Oké, jongens, de oefening die we nu aan het doen zijn is een hele speciale oefening. Deze oefening zorgt ervoor dat je ruggengraat, zeg maar, iets flexibeler wordt. Dat je meer kan drinken in het ziekenhuis. Nou ja, nee. Ook om zeg maar, ervoor te zorgen dat Willem bij zijn lul komt. Maar dat is niet heel veel mensen lukt dat. Dat is echt lastig. Dat is echt lastig. Moet je veel vertrainen. Maar zoals je ziet, Wim wil dat heel graag. Heel graag. Om opgeven. Ik zei net al tegen Wim dat ik vanaf nu weer even gezonder wil gaan doen. Want Oké, let maar even op in de vlogs. Ja. Oké, jullie mogen een gokje doen, hè? Gaat hij deze week 2 keer uit eten? 3 keer? Of 4 keer?
Je mag even gokken. Nee, dat niet. Ik weet wel al dat ze dezelfde planning morgen een bootje gemon halen. Maar dat heb ik al heel lang niet meer gedaan. Daar ben ik wel jaloers op. Top? Daar ben ik heel jaloers op. Ja. We gaan weer door deze mooie deur. En dan is het tijd voor... sauna. De sauna. Let's go. Zo, moet je kijken. Goh, we gaan lekker de sauna, jongens. Ik ga mijn camera natuurlijk niet meenemen, want dat is raar. Maar goed, de camera gaat lekker het kluisje in. Zo, we hebben heerlijk getraind. Best wel goede training gedraaid. Daarna lekker saunaatje in. En dan kom je hier lekker in het zonnetje weer. Heerlijk, hè? Ja, maar het is fijn, want het is ook zo lekker zacht. Ja, het is fijn zacht weer. Hey, anders gaan we straks even op het balkon eten. Godzijdank, jongens. Wat een pest weer. Kijk eens even wat een gezond mandje. Avocado, ei. Dit is een mandje waar je u tegen zegt. En broodjes. En kipfilet, dat ligt eronder. Zo, ik heb hem een casting opgenomen en ik heb hem naar Gerard gestuurd. Wim, wat heb je me goed geholpen, zeg. Wim die gaf tegenspel. Het enige wat hij moest doen is dit. Ik ben daar zo goed in. Hè? En hij deed het zo fantastisch. Ja, het is niet normaal. Weet je hoe het meestal gaat? Meestal heb je gewoon dat je als je casting doet, dan ga je, moet je naar een castingbureau toe of ergens waar ze die casting zeg maar houden. En dan moet je je voorstellen wat je al hebt gedaan, wat je ervaringen zijn, dat soort dingen. En meestal of je beschikbaar bent in een periode dat ze gaan draaien, dat laten ze ook altijd van tevoren weten. En meestal is dat op locatie, maar soms dan vragen ze gewoon of je wilt zelf tapen. Dus dan moet je gewoon zelf, krijg je een scène die je moet voorbereiden en dan moet je dat gewoon zelf filmen en dan stuur dat naar hun toe en dan gaan hun checken of ze je wel willen of dat ze je goed vinden of dat ze denken van hey, flikker lekker op, weet je wel, met je kop. Maar goed, we gaan het zien. We gaan het zien. Wim, ik denk dat er echt wel ook nog wel echt een carrière voor jou is. Oh, ja, ik kan het dat deed hij het weer, hè? Wacht wel, even een kloot. Doe het nog eens, zeg maar, van, even, ik zeg even van, oh my god, diegene is vreemd gegaan. Wim, oh man, mooi fiek! Ja, heel mooi. Oh, maar goed. Wat ziet er goed uit? Iets geleks. Bedankt. Het is tijd om na een paar dagen de deur uit te gaan. Oh, ja. Nou, ja, serieus. Ik ben zeg maar deze vlog, dat zei ik gisteren ook al tegen jullie, ben ik zoveel thuis gebleven. En eigenlijk, ik heb niet zo heel veel gedaan. Maar wij gaan richting Rotterdam. En wie woont er in Rotterdam? Meneer Gio Glagooi. Nee, we gaan even gezellig uit eten, want Gio die vroeg of we vanavond even gingen chillen. Dus ik dacht, nou, waarom niet, hè? Wat gezellig. Dus we gaan uit eten. Wim gaat ook mee. Ik weet niet of Jara mee gaat. Moeten we even checken. Maar we gaan eerst sowieso nu richting, richting Gio's huis. En dan kan ik eindelijk Sniff en Snies weer zien. Mijn maatjes. Ja, dat is toch leuk? Wij willen ook nog steeds een kat. Alleen, ik weet nog steeds niet of het nou slim is. Nou... daar zijn we weer. Je ziet het. Bij het gerucht. Wat gezellig. Oh joh. Boys, met jullie ga ik zo even praten. Sniff. 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 Zo kijken. Oh, oh. Sniff. Hoe is het maatje? Oh. Hey, wat zijn ze opeens relaxed geworden? Ik heb het gevoel dat sinds ik weg ben, dat hele huis gewoon sowieso relaxed is geworden. Ja. Opeens een piano, allemaal mooie lampjes en zo. Driffenpifje. Oh, kniffootje. Ah, we gaan lekker uit eten, wat gezellig. Met de mannen. Mocht jij wel weg van huis? Ja. Wat? Ja, dus naar de sportschool, dus ik ben snel weg. Gevlucht. Nee, grapje. Nou jongens, blijkbaar is het hier leuk, dus we gaan het zien! Oké, er is hier dus een touwtje. Het staat erop, kijk maar. Niet te hard eraan trekken. Oké, wat is het? Pull here for a surprise. Dit heeft ook niet aan te zien. It will cost you 100 euro. Maar dan gaat hier, gaat allemaal licht branden. En dan... hoe vaak heb je het al gedaan? Nee, ja, één keer dus maar nog. Maar toen kwamen ze met vuurwerk. Maar ze zeggen dat zeg maar, als je op een goede weekenddag komt, dan zijn ze ook met vuursproeiers en shit. Hé, maar... maar je betaalt dus dat zeiden ze toen, dus dat weet ik niet of het ook echt zo is. Maar, je betaalt dan 100 euro voor vuurwerk. En een fles. Oh, er zit ook drank bij. Dat heb je ook nog niet gezegd. Dat zeg je niet, dat is echt met voor vuurwerkjes. Ja. Dus ik denk, je drinkt dat ding voor 100 euro heb je van die een fles natuurlijk. Maar het kan ook maar zomaar zijn dat je dan een dompje hebt of zo. Nee. Ja, volgens mij wel. Tenminste, ik kan het proberen, bro. Nee, ik durf het niet. Ik vind het eng. We kunnen het proberen. Flesje sparoot. Ja, flesje sparoot. Gefeliciteerd. Nou jongens, op de maandag en ik zei vanmiddag nog in de vlog tegen Wim. Want ik ga weer even beginnen met gezond doen. En jij nog? Ja, ik heb het gezegd. Ja, dat is wel fruit inderdaad.
Maar jij, niet eens een paar uur later. Hè? Nee, jij zei ook nog zo van, nou jongens, een keuze. Yeah. Of Vincent gaat 3 keer of 4 keer per week uit eten. Nou ja, maandag. Als ik jou niet had geappt, dan had je hier niet gezeten. Nee, dan hadden we... Dus eigenlijk is het jouw schuld. Eigenlijk is het jouw schuld. Yeah. Maar wel lekker, ja. Nou jongens, uiteindelijk is het nog best wel gezond. We hebben asperges en een soort van broccoli en een stukje vlees. Zo slecht is het niet. Nou jongens, we hebben net aan dit ding getrokken en opeens is de hele tafel verlicht. Alleen wat er gebeurt? Geen tafel, idee. Als jij ligt op de tafel? Ja, achter de tafel. Ik zag vuurwerk in de gang. Ik zag vuurwerk. Dit is eigenlijk... Dit... Wat is het? Hey! Die heeft eraan getrokken. Gio! Ah, nee, hij heeft eraan getrokken. Gio! Ja, tuurlijk, zeg ook zeg. Top. Hey. Ja, wat leuk. Ja, het is dat ik jarig ben, anders had ik het niet gedaan. Dus ze zeggen dat ik je verwachting was. Ja, nee, dat is waar. Dat klopt wel. Dan wil ik je vragen, als je een waaier maakt. Moet jij hem helemaal induwen? Oh ja. Snel kan het gaan. Ik kan gewoon niks doen. Dat is afleiding. Ik zal je een beetje vertellen hoe die kaart nou steeds naar boven springt. Dus je kan hem pakken. En als ik nou in het spel stop, moet je bedenken dat het spel eigenlijk een heel groot gebouw is en je stopt met een lift. Hier 2 ronde knoppen, zie je dat? Klik er eens mee. Deze? En die. Oh, die. En ping. Dan gaat de lift naar boven en dan is de kaart boven. Nee, ja. Dat is een beetje het verhaal. Hoe kan dit ook? Dit is niet normaal. Ik zal het je laten zien. Als ik de kaart nou een beetje puig. Het is een valse techniek, hè? Als je dit met pesten doet bij de joker, dan weet je precies wanneer je een kaart moet pakken, want hé, ik kan hem vol. Op deze manier weet je ook dat hij echt in dat gebouw zit en ook echt in die lift. Nou, mag je nu op de knop klikken? En dan... Ping! Hoe dan? Dit is gewoon irritant. Ja. Dit is gewoon echt heel irritant. Ik had het dus vorige keer ook dat ik het echt heel vervelend vond. Dit is echt heel irritant. Ja, laten we dat even irritant afmaken. Kun jij zo groot mogelijk jouw naam erop schrijven? Gewoon even gek. Het is een trek. Ja, hij is niet zo sterk. Hij gaat niet naar de sportschool. Nee? Nee. Niet zo goed in trekken? Of? Nee. Heb je zo je mensen voor? Nou, Willem, dat is heel duidelijk. Ja, dat is wel duidelijk, toch? Ja, dat is wel duidelijk. Er is maar één kaart in heel de wereld, Willem. Ja. Zo. Als je nu in het midden van het spel zit. Wil ik je vragen, kan jij je linkerhand houden? En je rechterhand boven? Dan doen we deze. Dus, goed. Mag ik sluiten? Dan ga ik één kaart pakken, maar dat hoop ik niet bij jou. Ik zit weg. Ik ga sluiten. Die? Maar wacht, dit is een harte 2, shit. Hart 6, hoor. Hoe gaaf zou het nou zijn als dit jouw kaart is? Zullen we kijken zijn, hè? Wow, ik zag hem volgens mij. Maar als ik zeg dat dit hem is. Maar dit eigenlijk de afleiding is. Dit is de truc niet. De truc is dat alle kaarten in je handen weg zijn. Let op! Ik zag hem ineens veranderen. Ik dacht, what the fuck? Ik zat erop te leggen nu, hè? Oh, je zag het wel? Ja, ik kende deze truc, dus ik zag ineens, huh? En ineens zat dat blokje erin. Maar hoe het gebeurt, je hebt het niet door, hè? Nee, je hebt echt totaal niet door. Ik snap het ook, ik snap er helemaal niks van. Ja, wel leuk. Zou je 1 hint geven? Ik kijk jou echt zo aan, wat de fuck? Hey Wim, als je dit zo ziet, dan moeten we ook gewoon katten nemen. Het is veel te leuk. Zo, jongens, kijk. Wij zijn nog op zoek naar een spiegel in de gang. En Gio had er toevallig eentje staan. En hij past echt precies in de auto. Ja, kijk, hoe dit is echt top. Ja, dit kan wel. Top. Huh? We hebben nog een kattenbak nodig. We hebben nog geen kat, maar... Dat was de kattenbak, je neemt maar... Ja. Oh. Nou jongens, dit is toch top, hè? Of niet dan? Oh, dit is echt heel nice. We hadden echt precies zo'n spiegel nodig met zo'n metalen zwarte zijkant. En Gio had er toevallig eentje over. Dus, we hebben er één. Nou, jongens, hij staat er. Wat mooi. Wat goed. Hey. Ja, of niet dan? Leuke deukje van Ome Gio. Ome Gio. Nee, het is echt top. Maar kijk, niemand heeft op zijn kamer... Zo, mijn kamer is echt een bende. Maar goed, niemand op zijn kamer die heeft een spiegel, behalve Wim op zijn kast. Maar het is gewoon lekker dat we in de gang voordat je weg gaat nog eventjes kan checken hoe je eruit ziet, zeg maar. Want wij zijn ijdele mannetjes. Ja. Maar goed, hè? Ga niet mezelf, hè? Nee, hè? Nee. Het is alweer lekker laat en ik ga heerlijk mijn bed in. Sorry als de vlog wat saai was dan normaal. Ik was veel thuis. Ik heb veel op de bank gezeten. Mijn beste vriend. En ik heb eigenlijk weinig gedaan. Dus sorry daarvoor. Maar er komen hartstikke leuke vlogs aan. Morgen ga ik Hey Meisje, het nummer wat ik uit ga brengen in juni, ga ik helemaal afmaken.
gewoon helemaal klaarmaken voor Spotify. Dus dat wordt hartstikke leuk. Ik ga morgen sporten met Niek. Dus er komen nog heel veel leuke vlogs aan. Dus vond je deze video nou leuk? Laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren, want we gaan nog steeds lekker. En dan spreek ik jullie vrijdag om 6 uur weer bij een nieuwe video. Joe!